oorlog organiseerden West-Europese landen een ultrageheim netwerk van slapende agenten. Die agenten moesten in actie komen bij een eventuele inval van de Russen in Europa. Het netwerk ontstond in België, maar er bestond ook een afdeling in Italië, Frankrijk en Duitsland onder andere. In het onderzoek naar de bloedige overvallen door de bende van Nijvel in de jaren 80 in ons land legden sommigen een verband tussen dat geheime Gladio-netwerk en de bendeovervallers. Canvas zendt vanavond een documentaire uit waarin voor het eerst kopstukken spreken over Gladio en ook over de mogelijke band met de bende van Nijvel. Thomas de Graven. In de jaren 80 werd Europa opgeschrikt door gewelddadige aanslagen. In het Groothertogdom Luxemburg waren er in totaal 20 bomaanslagen. In Duitsland werden 13 mensen gedood bij een bomaanslag tijdens de Oktoberfeesten. En in ons land kwamen 28 mensen om bij gewelddadige overvallen van de bende van Nijvel. Bij ons werden de daders nooit gevonden, maar in het Luxemburgse en Duitse onderzoek werden wel mensen opgepakt. En in beide onderzoeken kunnen linken worden gelegd met een geheim project van de NAVO, het Stay Behind-netwerk, opgericht na de Tweede Wereldoorlog. Na de overwinning op Nazi-Duitsland kwam meteen een nieuwe dreiging. Vooral Churchill vreesde een nieuw conflict met de Sovjet-Unie. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic. An iron curtain has descended across the continent. Dat ijzeren gordijn zou kunnen opschuiven richting westen. De NAVO wil anticiperen op een mogelijke inval. L'objectif est de laisser derrière les troupes qui sont parties des agents qui pourront mener des opérations sur les arrières de l'armée ennemie. Donc stay behind, rester derrière. In België werd in het grootste geheim een eerste Stay Behind-netwerk uitgebouwd. Van hieruit verspreidt het over heel West-Europa. In Duitsland worden 150 eenheden gerekruteerd, in Italië meer dan 600 en wel 3000 in Frankrijk. De agenten worden door de Britse geheime dienst getraind. Overal in Europa wordt op geheime plekken nuttig materiaal verstopt. Bommen, wapens, seinvuren, goudstaven en geneesmiddelen. Na de Koude Oorlog in 1990 is Italië de eerste die naar buiten komt met het bestaan van hun geheime leger, genaamd Gladio. Het bestaan van een geheim leger doet Europa wakker schieten. Al snel worden linken gelegd met de terroristische aanslagen, ook in België. Quand on voit certaines attaques sont commises quand même avec des techniques quasi militaires. Alors l'hypothèse était bien, nous voudrions évidemment pouvoir la creuser un peu davantage, c'est-à-dire connaître le nom des Stay Behind belges. Je me rappelle que à trois reprises, un des commissaires de la commission parlementaire m'a demandé de donner le nom. La première fois, j'ai dû répondre niet. La deuxième fois, j'ai encore une fois répondu gentiment niet. Et la troisième fois, j'ai dit nietschevo. Et ça, elle avait compris. Enkel Italië heeft de namen van de Gladio-leden bekendgemaakt. Gewone mensen uit de middenklasse, niet het soort dat in koelen bloede moordt. Maar onderzoek in Italië legde ook bloot dat er een parallelle organisatie bestond. Een zogenaamde Zwarte Gladio, die veel gewelddadiger het communisme bestreed. Die ondergrondse troepen waren bekend bij de inlichtingendiensten, maar die lieten begaan. Zou dit dan ook bij ons het geval kunnen zijn? Est-ce que ces actions ne sont pas là pour essayer de renforcer l'appareil sécuritaire de l'État en disant ben il est trop faible, il faut qu'on ait un meilleur appareil sécuritaire. Het blijft gissen of dit effectief het doel was van de bende van Nijvel. Maar zolang er geen openheid bestaat over het Gladio-netwerk in België, is elke verdachtmaking gerechtvaardigd. Albert Raas, welkom. Goedenavond. U was hoofd van de staatsveiligheid tussen 1977 en 1990. En in die hoedanigheid ook stond u aan de leiding van de Stay Behind-agenten in ons land. Kunt u daar iets over vertellen? Het was eerder een stafoefening, een staff exercise dat erin bestond van toekomstige verantwoordelijke hoofden van kleinere
gecompartimenteerde netwerken voor te bereiden en uitrusten met passende verbindingsapparatuur om in geval van een bezetting te kunnen de inlichtingen bezorgen aan de regering. Ja, maar het moest allemaal heel erg in het geheim gebeuren. Wel, het was in tegenstelling met hetgeen ik kan lezen in een verslag van een hoorzitting van de Senaat, was het geen clandestien netwerk. Mm-hmm. Clandestien heeft een pejoratieve connotatie. Terwijl hier was het een regeringsonderneming, maar natuurlijk geclassificeerd. Hè. Dus geheim, in mensentaal. Dus, geclassificeerd zoals de founding father van de onderneming, van de structuur, gewenst had. Het hoofd van de Britse inlichtingendienst, Sir Stuart Graham Minnies, mm-hmm. namelijk in zijn taal strictly secret. Het is normaal dat dit soort voorbereidingen niet kunnen op de grote markt worden tentoongesteld. Nee. Hè? Maar ja. Toch, waren hier dan veel mensen bij betrokken? Was het een wijd vertakt netwerk? Het was een kleine groep, georganiseerd enerzijds door de militaire inlichtingendienst, anderzijds door de veiligheid van de staat. En degenen die op een edelmoedige manier hadden ingestemd met het voorbereiden van de inlichtingenactiviteit in geval van, waren een klein aantal. En hebben kunnen het beroep doen op enkele tientallen, niet meer dan dat, medewerkers. Nu, de vraag in de documentaire die straks op Canvas wordt uitgezonden, is onder andere of er een verband kan geweest zijn tussen dat netwerk en de bende van Nijvel. Wat is uw opinie daarover? Dit is een oud refrein dat zijn oorsprong gevonden heeft als de klassieke opsporingsdiensten, daarmee bedoel ik de politieoverheden en de gerechtelijke onderzoekers, nietwaar, na nochtans zeer, zeer, zeer hard en vlijtig erop gewerkt te hebben, nog er niet in gelukt waren, en ook nog niet zijn overigens, om daders van de bende van Nijvel met zekerheid te identificeren en in beschuldiging te stellen. Dat is nooit gebeurd, zegt u? Dat is nooit gebeurd. Dus, ja. Kunt u hand op het hart zeggen, geen van die Gladio-mensen of van leden van dat netwerk hebben iets te maken met de bende van Nijvel? Geen enkele van die medewerkers heeft het profiel of de mogelijkheid, want ze waren zeer gecompartimenteerd, nietwaar? Ze hadden geen contacten met elkaar. Ze hadden geen contacten met elkaar en daarboven, ze waren uitgekozen. Het waren zeer eerbare lieden. En ik ben niet te beroerd om eraan toe te voegen, het was een elite. Ja, maar dat gezegd zijn, hè, ja. die mythevorming, die verhalen blijven natuurlijk wel de ronde doen, want we weten nog altijd niet wie die mensen zijn of waren. Hun namen zijn niet publiek gemaakt. In Italië is dat wel gebeurd. Zou het geen goed idee zijn om dat hier dan ook te doen en de mythes voor eens en voor altijd te begraven? De medewerkers aan deze stafoefening hebben niks te maken met criminele activiteiten. Maar nu moeten we op u, met alle respect, op uw woord geloven natuurlijk. Wel, niet alleen dat, niet tegenstaande diepgaande onderzoeksmaatregelen en verschillende gerechtelijke arrondissementen heeft men tot nu toe geen enkele in beschuldigingstelling kunnen hardmaken. Mm-hmm. Niet alleen tegenover de medewerkers aan deze mobilisatiestructuur, maar ook tegenover anderen zijn er nog geen inbeschuldigingsstellingen. Hè? Hebt u wel een eigen visie op de bende van Nijvel, wat daar dan op dat moment achter zat? Want er werd ook gezegd, het was een manier ook om de veiligheidsdiensten, politie eventueel, meer middelen te geven, doordat er een klimaat van angst gecreëerd werd en zo. Ik heb het recht niet daarover een mening te hebben, om de zeer eenvoudige reden dat wij niet mochten deelnemen in parallel
aan gerechtelijke onderzoeken. Dat zou niet toelaten. Staatsveiligheid stond daar buiten. Dat stond daar volledig buiten. De veiligheid van de staat houdt zich niet bezig met criminaliteit van gemeen recht. Maar wat betreft het weigeren van de identiteiten prijs te geven, heb ik voldoende aangetoond dat dit het voorwerp uitmaakt van een dienstgeheim, militair geheim en beroepsgeheim. Mm-hmm. Dus men heeft mij formeel. Ja. Ik ben daarin zeer formeel. Mm-hmm. Men heeft mij in een parlementaire commissie aangespoord om mijn beroepsgeheim te verraden. Dit heb ik niet toegestaan. Het zal het niet toestaan en het zal nooit toestaan worden. Ik behoud het geheim. Oké, dat is heel duidelijk. Ik wil u iets anders vragen over de werking van die veiligheidsdiensten. Mm-hmm. Er circuleert nu een idee om die anders te organiseren. Nu zijn dat verschillende diensten, u verwees er al naar, militaire dienst, staatsveiligheid enzovoort, die naast elkaar, soms ook met elkaar werken. Zou het een goed idee zijn om dat meer te centraliseren naar Angelsaksisch model bijvoorbeeld? Eén dienst die zich concentreert op buitenlandse inlichtingen verwerven en een andere op binnenlandse inlichtingen? Ik persoonlijk vind dat wat gefunctioneerd heeft sedert 1830... niet zonder succes, om het bescheiden te zeggen, dat verder op deze manier moet normaal kunnen functioneren. Meneer Raas, hartelijk dank voor uw komst. U bent welkom.